Goedemiddag dames en heren, welkom bij Kick It Net. We zijn bij Red Bull Memphis Depay Street Rhythm. We hebben al heel veel verschillende soorten gasten gehad. Broederliefde, Memphis Depay, Edgar Davids. We zitten nu hier met Tony Villena en Armin. Welkom. Mijn stem is nog steeds schoon, man, dames en heren. Sorry, ik probeer te herstellen, maar het gaat niet. Dit is wat ik op kan brengen vandaag, man. Maar, vertel, wat brengt jou hier vandaag? Memphis, man. Ja, toch? Memphis is als een broeder voor mij. Ik ken hem al heel lang, sinds kleins af aan. We hebben tegen elkaar gespeeld, bij elkaar geslapen. Dus hij is echt een broeder voor mij, man. Dus ik kom die man gewoon steunen hier. Love, man. Love. 100. Dope. Ja, man. Ja, Kick It Net, voetbalpodcast. We gaan over van alles praten, maar ook vooral je interesses, man. Bijvoorbeeld, ik weet dat je een grote muziekfan bent. Klopt. Wat voor tunes luister je nu? Ik ga je gewoon straight op vragen. Ja, ik zie veel stories op je Insta met pokoes en zo in de wakkie. Ik hou van alles, man. Ik zeg je eerlijk, je weet toch, Nederlandse rap luister ik naar iedereen. Je weet toch, ik ben grote fan van Broederliefde, sowieso, SO naar hun. En ook Engelstalig, Amerikaans, alles, man. Nice. Als je bij mij op mijn Instagram kijkt, je ziet alles voorbij komen, weet je toch. Wie luister je van Amerikaanse artiesten bijvoorbeeld heel vaak? Lil Baby, Lil Durk. Sterk. Die mensen die nu aan zijn, snap je? Ja. Dus dat soort dingen, man. Goeie, man. Hard. Ja. Regel je ook die pokoes in de kleedkamer? Ik niet, man. Nee? Nee, man. Afgelopen half jaar was ik dan in Spanje, bij Espanyol. Ja. Meer Spaanse liedjes. Ja. Ik weet niet of jullie Morat kennen. Ja, Morat. Ze noemen Morat. Morat is koning van Barcelona. Hij regelt het, hè? Ja, hij regelt het. Zulke tunes, man. Ja, man. Tof. Ja, man. Het is een streetvoetbal event. Ja. Ik denk dat veel spelers nu een fundament komen van de straat. Wie wilde jij vroeger op het pleintje zijn dan? Maar je komt van Maassluis, toch? Ik kom van Maassluis, ja man. Mijn voorbeeld was altijd Patrick Kluivert. Gek. Je weet toch? Mooi, man. Oh, ik wou als hem zijn. Spits. Doelpunten maken. Ja. En ik had ook een shirtje van Nederlands Elftal met zijn naam erop. Nummer 9. Dus ja, daar begon het allemaal, man. Hard. Ja, man. Doop. Wat is, als je hier zo om je heen kijkt, al die verschillende culturen die bij elkaar komen, die food stands, de battles die uitgevochten worden, wat voor gevoel krijg je erbij? Doet het je weer denken aan vroeger? Ja, sowieso ben ik ook trots op Memphis, weet toch, hoe die dit heeft neergezet. En wat jij zegt, als je hier rondkijkt, weet toch, het is mooi. Ja. Weet toch. En hoe ik ernaar kijk, weet toch, als kleine jongen zie je dit ook op tv, op YouTube. Ja. Jamie Vaneburg, Edje. Die mannen zijn allemaal hier, hè, vandaag. Ja, toch, zijn hier. Dus weet toch, vroeger keek ik ook naar hen op. Mm-hmm. Die acties die hun zetten op in de zaal of in de straat, die probeerde je ook te doen als veld, kleine hè? Jongen. Ja, toch. Dus dat is mooi, man, dat iedereen gewoon hier bij elkaar is en dat iedereen gewoon geniet. Dus ik denk dat het heel mooi is, man. Nice, man. En ook gewoon opgegroeid in Rotterdam, maar het is ook in Rotterdam. Klopt. Wat voor gevoel geef je dat? Dat het weer gewoon, weet je, zie je mensen weer van vroeger. Wat voor gevoel geeft Rotterdam je als je dit ziet? Ja, ik zie heel veel mensen van vroeger. Oude teamgenoten, klasgenoten, vrienden van vroeger. Dus dat is mooi, man. Je weet toch, als je elkaar lang niet hebt gezien, zie je ze weer en is gewoon van oud. Snap je? Toch? Dus dat is mooi, man. Nice, man. Okay. Nice, man. Ja, naast muziek, voetbal. We praten natuurlijk ook een beetje over mode. Ja. Ik zie dat je best wel een stijl hebt. Ja, toch, Gigi Vitale. Gewoon. Ja, ik zie het toch. Kom met een super boze Goya bag, ja, man. Wow. Ja, rustig. Wat zijn je favoriete merken, zeg maar, over het algemeen? Ik heb niet echt specifieke merken. Ik denk, ik draag van alles. Ameri, noem maar op, je weet toch, Gucci, Louis Vuitton. Goyard, weet toch, ik draag van alles wat. Mm. Maar ik probeer het wel altijd gewoon te matchen. Ja, niet toch. Alles door elkaar, snap je? Sterk. Wordt er rommelig. Ja, maar wordt er rommelig. En lokale merken, check je die ook? Nederlandse ook, merken? Man, ja toch. Net als dit. Ja, toch. Is ook van een goede vriend van mij, Gigi. Ja, toch. Uh-huh. Daily Paper vind ik nice. Yeah. Caesars is nice. Laatst had ik nog een shoot met hun. Oh, sterk. Oh, dope. Ja, man. Dus die check ik ook gewoon, man. Mm-hmm. Weet toch, als het goed fit, waarom niet? Ja, toch. Niet altijd duur te zijn. Oké, hard, man. Hard. Ja, waar liggen je verder je ambities, zeg maar, naast voetbal? Welke hobby's heb je nog meer? Sinds kort padellen. Ik denk iedereen doet dat. Ja, doet dat. In Spanje is het heel bekend. Mm-hmm. Dus ja, padellen.
En gewoon met mijn fam en mijn kleine, gewoon tijd doorbrengen, man. En ik bedoel, zeg maar, na je actieve carrière, waar liggen je interesses? Ik weet nog niet, man. Je weet nog niet? Mijn hoofd is nog niet daar. Nee? Ja. Je bent nog op doorgaan, hè? Ja, gewoon doorgaan, nu toch. Ik zie wel waar het eindigt. Mm-hmm. Weet toch. Ik hou er niet van om echt in de toekomst te kijken. Oké. Okay. Want dag tot dag is beter. Oké, oké. Om dingen te voorkomen. Ja, toch? 100. Ja. Je hebt afgelopen half jaar in Spanje gespeeld. Je speelde daarvoor in Rusland. Ja. Was het even een switch, ook zeg maar, met die hele situatie in de wereld? Was dat ook, zeg maar, voor jou even een moment om naar buiten te kijken? Ja, tuurlijk. Je gaat je toch wel beseffen van, weet toch, de wereld deze tijd is niet meer zoals het was, snap je? Mm-hmm. En weet toch, verder ga ik er ook niet veel over zeggen over Rusland en dat dingen. Hoeft ook niet, iedereen weet ervan. Wat ik daar heb meegemaakt, ik heb een goede 2,5 jaar daar gehad. De mensen hebben mij goed opgevangen, weet toch. Ik ben niks tekort gekomen, weet toch, ze waren altijd netjes. Dus weet toch, Rusland zit ook in mijn hart. Mijn zoontje is daar geboren. Wauw. Dus ik heb niks tegen Rusland en weet toch. Ja. Maar als je in Europa weer terugkomt, is het toch wel weer anders, snap je? Ja. Rusland is anders dan Spanje. Mm-hmm. Hoe is je Russisch? Gaveri chuchut. Hey, ander niveau. Kijk, ik wou zeggen, is het daar niet pezalsta of? Gaveri chuchut. Sterk. Ja, toch. En Spaans nu? Hoe is dat nu? Ook. Hablo un poquito español. Sterk. Toch, je moet je aanpassen, toch? Je hebt gelijk. Daarom. Maar je leert het snel, je toch? In de kleedkamer, je zit met die boys, je hoort heel dag Spaans. Mm. Ook in Rusland toen je hoort heel dag Russisch. Mm-hmm. Gaat vanzelf. Ja. Maar merk je, zeg maar, ook op trainingen dat niveau gelijk anders is, bijvoorbeeld in Spanje en Rusland? Wat voor soort voetbal is het in Rusland? Kijk, Spanje is heel technisch. Ja, in Rusland is het denk ik meer fysiek. Mm-hmm. En dan heb je top 5. Spartak Moskou, Zenit, Krasnodar, Lokomotiv. Lokomotiv Moskou. Ja. Hey, toch? Dat zijn wel goede wedstrijden om te spelen. Echte toppers. Maar je hebt ook andere ploegen. Ja, het is meer een verdediger. Mm. Dus het is moeilijk om te spelen. Yeah. Hey, toch? En spelen met iedereen achter de bal. Op de counter loeren, doelpunt maken en bus parkeren. Mm. En in Spanje, je weet, La Liga is, toch anders. Is voetbal. Ja, man. En dat, man. Ligt dat jou meer? Ja, man, dat ligt mij meer. Mm. Ik denk daarom ook de keuze om terug te komen naar Europa ook. Gewoon weer lekker voetballen. Toch plezier hebben. Mm. Dus ja, man. Kijk je ook nog stiekem nog naar Nederlands elftal? Ja, tuurlijk. Het zit in mijn achterhoofd. Maar ik zeg altijd, weet toch, ik moet naar mezelf kijken. Ik moet het laten zien op het veld. Ik moet het laten spreken. En dan is het aan de bondscoach of die... Of die me ziet of niet. Ja, haal die linker van je gezond. Dan komt alles goed. Ja, sowieso. Wallahi, echt zo, man. Sowieso. En ik ga je erin op zeggen. Mensen weten, ik ben gewoon Orgy Feyenoord fan. Broer. Je bent hier. wat is? Ik zie hier en daar wat dingen. Wat kan je daarover zeggen? Niks, man. Je weet toch. Ik weet niks. Ja. Weet toch. Ik ben nu gewoon op vakantie. Je weet toch. Mijn management en mijn pa doen die zaken. Ik wil ook. Niks daarvan weten. Ja, toch? Gewoon lekker genieten van mijn vakantie. Gelukkig heb je. En dan gaan we het zien, man. Kom, man. Ik hoop in ieder geval van wel. Dat mensen dat weten. Daarna kijken we verder. Ja. Je mentioned net even je zoontje. Hoe bevalt Daddy Life, man? Goed, man. Ja, man. Echt goed. Echt trots om vader te zijn. Hoe oud is hij nu? 2 jaar, man. Mooi, man. En ik zie ook, hij is heel dag met een bal. Tenuutjes aan, dus ik zie wel die man wil Bali. Dus. Ja? Is hij links of rechts? Hij is rechts, man. Oké. Ja, maar echt mooi, man. Om te zien, gewoon, hij gaat naar het stadion, weet toch. Alleen papa, weet toch, hij maakt het echt mee, snap je? Okay. En voor zijn leeftijd, hij is 2, maar wat hij kan met een bal, weet toch. Is anders. Okay, ja, is anders. Oké, okay, okay, hard. Ja, krijg je zo'n klein gevoel van binnen van, Zo van, hij kan nu al dit met de bal misschien. Is die potentie? Ja, je weet nooit, maar ik zie wel aan hem van, je weet toch, hoe hij schiet en hoe hij de bal beheerst, zie je wel van, hij kan wat worden. Mm. Maar ja, je weet maar nooit, je weet toch, hij is gewoon vrij in zijn keuze. Ja. Als hij wil voetballen, gaat hij voetballen, als hij iets anders wil doen, je weet toch, hij is daar vrij in. Ja, mooi, man. Je moet hem ook niet pushen. Die pressure, ja, daarom, niet te veel pressure geven. Ja, je moet gewoon vrij zijn. Ja, toch, van nature. Ja, man. Ja, ik heb ook een zoon, hij is onlangs 5 jaar geworden. Oké, gefeliciteerd. Ja, man, thanks. Dat sowieso, maar geen pressure, man. Dat is het beste, man. Ja, toch. Ja, man. Gewoon laat ze lekker spelen, leven, wat ze willen doen. Ja, toch.
En dan op een gegeven moment, ja, dan ga je het ook zien. Je weet toch, hey, is die echt gericht op voetbal? Of is die echt gericht op thai-boksen? Of noem maar op, je weet toch? Ja, dat kan je niet zien. Ja. Bij jouw zoontje is Formule 1, toch? Als hij jouw auto is, jij wordt hyped. Mijn zoontje houdt van Lewis Hamilton, man. Ja? Zijn hele dag, gewoon als 3-4-jarige, hij zei mijn hele dag YouTube, ik wil race kijken. Ja, toch? Gewoon, hij kijkt gewoon al die laps van die Formule 1. Ik ga echt dood voor dat, man. Gewoon die 40 tot 50 laps die ze maken, elke keer, man. Hij checkt alles, bro. Ik kijk gewoon die samenvatting. Zo zie je, man, bro. Hij misschien niet iets met Bali. Nee. Weet toch, misschien kan wel Bali, maar weet toch, hij vindt Formule 1 beter. Of, ik weet niet. Ja, iets trekt dan, man. Het is gewoon die wakkies, toch? Ze maken harde geluid daar. Ja, man. Mooie ding. Als ik denk, hoor, ik wil ook vader worden, man. Het is geen oproep verder, maar je weet toch. Ik zie gewoon, nu weet toch, kids. Ook, pas op, met Guillaume bij die bruiloft laatst. Ik zie die kleine. Ik denk van, pas op, man. Die Amstel ga je komen halen, bro. Het is geen oproep, hè. Relax. Het is geen oproep. Je hebt geen vrouwtje? Nee, man. Komt goed. Ja, toch? Nee, man. Komt goed. Tony, als laatst, zonder enige speculatie, waar hoop je op dit seizoen? Wat is je goal voor aankomend seizoen? Ik hoop gewoon fit blijven. Yeah. Veel wedstrijden spelen, je weet toch? Maar zelf weer gewoon in de kijker spelen. En dan zien we het wel, man. Ja. Laten we het hopen, man, bro. Ja, toch. Waardeer dat je bent gekomen en je tijd hebt genomen. Ja, jullie ook graaf. Ja, toch, man. Sowieso. Waarderen het. En we gaan binnenkort weer een nieuwe aflevering maken. Je bent nog altijd welkom, man. Mm-hmm. Zeker weten, je toch? Ja, man. Dope dat je bent gekomen, bro. Yes. Love. Waardeer tijd. Bro. Love. Love. Ja, toch? Sowieso. En we houden in de gaten, man, bro. Zeker. Blijf vlammen, man. Yes. Thanks, man, boys.